eventjes wat meer op de bodem te houden. Net niet op, helemaal op de bodem. En nou bijna eruit. En dan kan je eens voelen wat dat drukverschil doet met jouw... Oeh. Ja, grappig hè, is dat? Nou is het voor vrouwen zo dat die ongeveer 3 centimeter erin moet. Mannen ongeveer 4. Gewoon omdat ze sterker zijn. Spier. Nou, het punt is dat je maakt door dat blazen ontstaat er een drukverschil. Ja. En dat drukverschil zet zich voort in die buis. Ja. En ook in de slijmvliezen van jouw stemplooien. Oké. Dus alles wordt gemasseerd en beter door bloed. Dus als je stemhersteloefeningen wil doen, is dit echt 2 keer per dag, 1 minuut of 5, kom je een heel eind. Wat mooi. Doe nou dit. Ja, het is op het moment echt een rage bij logopedisten, zangpedagogen, zangers, acteurs. Als warming up, als cooling down, als hersteloefeningen. Echt ideaal. Anja, dat was even een heerlijke lucht in mijn keel. Ja. Ik ga ermee massage, door. Massage. Ja, ja, ja. Hoe ben jij bij de muziek terechtgekomen en dan met name klassieke muziek? Ja, dat is een heel verhaal. Michael Jackson. Zoiets, hè? Ja, toen ik dat hoorde, wat was ik, 12 of zo? Toen dacht ik, oh, ik wil ook zangeres worden. En nou ja, dat is ook zo gegaan uiteindelijk. Ik dus ben... Michael is jouw grote inspirator geweest? Ja, en ik hou ook heel erg van dansen. Ik heb eerst ook nog een dansopleiding gedaan, omdat ik eigenlijk niet durfde te zingen. Want zingen... Weet je, als je een instrument speelt of zo, dan zit er altijd nog een instrument tussen jou en het publiek. En als er dan iets fout gaat, dan kan je zeggen van ja, het ligt aan het instrument. Maar met zingen is het zo, ja, dan ligt het aan mij als iets niet goed gaat. Ja, totaal. Dus ik heb een aantal jaren nodig gehad om... Ik wist dat ik het wilde, maar ik durfde het niet. Dus ik ben eerst een dansopleiding gaan doen. En daarna ben ik pas een zangstudie begonnen. En je kon destijds nog nergens lichte muziek studeren. Dus ik, ja, en ik vond klassieke muziek ook heel mooi. Dus ik ben op het conservatorium klassiek terechtgekomen. En heb mijn hart verloren aan de opera. En toen heb ik 10 jaar bij de Nederlandse Opera gewerkt. En bij het Grote Omroepkoor. En solopartijen in Nederland en Duitsland. En, ja. En uiteindelijk vond ik eigenlijk toch het lesgeven het leukste. Ja? Ja, ja. Dan heb je die stress van audities doen en... Ik weet niet, ik ben nooit goed overheen gekomen om echt... daarvoor vond ik denk ik opera zo leuk, want dan heb je een kostuum aan. En dan ben je jezelf niet. En dan durfde ik alles. Oh. Met die lichten op je, dan zie je helemaal niet dat de mensen in de zaal zitten. En dan voelde ik me heel vrij. Maar als ik in de kerk een Bach-aria moet zingen, waar het echt om mij en om nou, dan was ik echt nog steeds hartstikke zenuwachtig. Maar trek mijn kostuum aan en ik durf alles. Je bent toonkunstenaar. Ja. Hè? Ja. Toonkunstenaar. Ja. Combineer dat eens met wat je nu vertelt. Nou, uiteindelijk heb ik me helemaal gespecialiseerd in stemtechniek. Ik heb echt giga veel opleidingen gedaan die allemaal met stemtechniek te maken hebben. En, ik weet dat je, geloof vorig jaar of eerder, naar Scandinavië bent geweest. Ja, en het heel bijzonders ook, hebt. Ja, precies. Ja, dat is ook echt. Het was weer een nieuw studie. Het heet Vocal Leadership. En, ik ben ook dirigent en dat was meer voor dirigeren. Ook hartstikke leuk. En wat ik probeer als toonkunstenaar met mijn leerlingen, dat is gewoon hun stem in de lengte en in de breedte en in de diagonaal aan alle kanten op te rekken en zo mooi mogelijk te maken, zodat zij precies ermee kunnen zingen wat zij willen. En dan maakt het dus helemaal niet meer uit of het klassiek is of lichte muziek, want met die nieuwe stemtechnieken, ja, dan is het een kwestie van een bepaalde strothoofdstand en je klinkt op die manier. Maar je moet dus wel leren hoe je die spieren aanstuurt om een bepaald geluid te kunnen. Je vraagt van leerlingen ook om arrogant te zijn. Om een bepaalde persoon naar voren te halen die gepaard gaat met de stem. Ja, dat heeft echt een fysieke oorsprong. Op het moment dat jij, ga maar zo staan, je hals lang maken aan de achterkant. Ja. Dat faciliteert een bepaalde strothoofdstand. Je moet namelijk... Voor klassiek zingen moet je stot ietsje lager. Zeg eens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus je stottenhoofd zakt een beetje. Ja. En dat gaat ook beter als je de nek lang maakt aan de achterkant en de schouders laag.
En wat er ook nog gebeurt is, dit is de Adamsappel hier, dit is het schildkraakbeen. Dat het schildkraakbeen ook goed moet kunnen kantelen als je klassiek zingt. En dat heeft een bepaald effect op de stembanden. Dan klink je namelijk veel zangeriger. Je kunt zingen met je spreekstem. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Of ik kan zingen met mijn zangstem. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. A, 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 a. En dat is het verschil tussen praten en zingen. Bij praten heb je ze tot de hoofd recht. En bij zingen, vooral bij klassiek zingen, heb je stotterhoofd schuin. Maar als je kleinkunst zingt of cabaretliedjes en zo, dan moet je ook wel je stotterhoofd recht houden. Want dat moet weer heel dicht bij het spreken, zitten. Ja. Nou Anja, ik heb mijn oefeningen voor thuis. Die neem ik absoluut mee. Maar we zijn hier, je hebt me al een stuk geholpen. Maar we zijn hier voor een opname over jou. En om te beginnen... Zo, wil je koffie? Ja, thee. Ja. Centimeter in, hè? Precies. Ja. Heel mooi, goed zo. En de laatste. Oké, nou even een glissando maken van hoog naar laag en weer terug. Bij lagere buis ietsje dieper erin, hè? En dan bij de hoog iets verder uit. Probeer maar. Goed zo. En nou ietsje sneller, van de laagste naar je hoogste toon. Goed zo, uitstekend. Nou deze. En voel hoe lekker dat trilt. Goed zo. Goed zo. Kijk eens of je het ietsje scherper kan. Okay. Scherpte zorgt voor draagkracht op de stem, hè? Okay. Ja, heel mooi. Het is meteen ook helemaal helder. Goed zo. Maak je nek aan de achterkant iets langer, hè? Heel mooi. Noten moet je echt een arrogante zangeres voelen, oké? Okay? Dat helpt heel erg. Ja,
net iets meer. Houd net iets meer pit in de coloratuur. Ja? Nou, ik heb eigenlijk van Anja al les gehad toen ik 16 was, voordat ik naar het conservatorium ging. En toen zongen we voornamelijk musical en lichtmuziek. En daar ben ik zelf ook verder in gegaan. En ik treed nu ook zelf veel op, waarin ik eigenlijk alleen maar popmuziek zing. Maar ik heb ook wel echt een grote liefde voor klassieke muziek. En daar heb ik zelf gewoon nooit echt iets mee gedaan. En 2 jaar geleden heb ik Anja opnieuw gemaild met... Nou wil ik graag klassiek leren zingen en sindsdien zijn we daarmee bezig. Dus je gaat ook een klassieke toekomst tegemoet? Nou, ik weet niet of dat er nog in zit. Maar ik vind het in ieder geval heel erg leuk om mijn klassieke stem te ontdekken. En ik merk ook dat omdat ik nu mijn stem zo hiervoor moet ontwikkelen en nieuwe klanken ontdek, dat ik ook echt mezelf ontwikkel in de muziek die ik al heel lang zing. Terwijl ik daar eigenlijk helemaal de les niet mee bezig ben. Maar dat neem je dan toch weer mee, ook naar andere genres. Ja, dat denk ik ook. Ja. En hou hem scherp. Ja, en dat is echt een grote opera-uithaal, wil ik daar horen. Lekker dramatisch. Oh, ja, gaat ie? Dat je meer hebt. Lekker dramatisch. 1, 2. Yes. Goed zo. Een beetje uithalen, doe maar. Ja, maar je hebt hier heel veel instrumenten. Ja. Zullen we eens naar die instrumenten lopen? Ja. Ja, nou, een Shrutibox, dat kennen jullie misschien wel, het Hare Krishna orgel. Ja, ik wou zeggen, dat is India. Dat speel je dan zo. Asher. En nou wordt die mineur. Dus hier verander je de tonen mee. En dat is heel lekker om op te improviseren, als je dat als een soort drone eronder zet. Zo. Shrutibox. Dat is wel echt een van mijn lievelingsinstrumentjes. En hier ben ik ook heel dol op. Heel gaaf. En deze vind ik ook heel erg leuk. Ah, ik dacht die is om te schudden. Maar nee, die is niet om te schudden. Oh, deze is echt lachen. Deze is heel geliefd altijd bij de cursussen die ik geef. Die moet je zo schudden. En dan... Ja, ik heb echt giga veel ritme-instrumenten. Ik ben echt een ritme-fanaat ook. En dit zijn allemaal instrumenten die voor leken echt heel makkelijk toegankelijk zijn. Zo. Een kalimba, een duimpiano. Achter zitten gaatjes, dan kan je een soort vibrato maken. Precies. En dan heb ik nog, deze vind ik ook heel gaaf. Dat is een fluit die we in Amerika gekocht hebben. En die heeft een bourdon-toon. Dat is een toon die de hele tijd doorgaat en een waarop je een melodietje kan spelen. Welke traditie komt? Het is van de Indianen. Die heb ik ook echt bij de Indianen gekocht. Ik ga even zitten, oké? Ja, we gaan zitten. Ik ben ook koordirigent.
Ik heb een aantal koren en ensembles. En ja, ik ben gewoon doorgegaan met de koorrepetities. Want het koorzingen was ook verboden. Hè? Hoe dan? Met online repetities, met Zoom. En daar moest ik me dan echt heel erg in verdiepen. Ik ben helemaal niet technisch eigenlijk. Op school vroeger ook met de wiskunde en natuurkundelessen en zo. Dan ging ze huilend weg. Ik snapte er echt nooit wat van. Iemand heeft je geholpen met de Zoom. Ja, maar dat is zo ontzettend gaaf dat er zoveel collegialiteit was in Nederland. Dat we met 100 dirigenten gewoon online samen zijn gekomen. Dat we allemaal uit hebben gezocht hoe dat werkt. En met elkaar nieuwe lesvormen hebben uitgedacht. Oh, wat leuk. Dus ik heb me daar vol vuur ingegooid. En bij mij zijn alle koorrepetities en ensemblerepetities zijn allemaal gewoon doorgegaan. Anja, financieel is het niet zo'n aderlating als ik hoor dat je nog veel door hebt kunnen laten gaan. Ja, dus de vaste dingen zijn allemaal doorgegaan. Maar ik denk dat er wel 1/3 van mijn salaris echt, dat het 1/3 minder geworden is. Terwijl ik veel meer uren moest werken, want het online lesgeven is wel echt heel veel meer werk aan voorbereiding en zo. Nou, wat er uitvalt is de cursussen die ik geef normaal in mijn studio. De workshops bij koren die ik normaal regelmatig geef. En de concerten. En dat hakt er stevig in, kan ik wel zeggen. Ja. Ja, maak je daar zorgen over? Want het is nog niet voorbij, hè? Nee. En je weet ook niet of er nog een tweede of een derde golf komt. Ik had eigenlijk een nieuwe auto nodig gehad. En na mijn werk in Duitsland had ik een nieuwe auto willen kopen. Maar dat gaat een nieuwe tweedehands natuurlijk. Dat gaat hem echt niet worden. Dus, daar bezuiniging op. Verzuinig op vakantie. En ik koop geen kleren meer. Zo ja. En dan hoop ik dat ik het uitzing. Is er voor jou geen subsidie van staatswegen uit? Nee, daarvoor. Dat had gekund als ik niet al mijn online. Als ik die online activiteiten niet ga. Want ik heb gewoon natuurlijk nog geld verdiend. Wel minder, maar. Ja. Nou ja, laten we gaan kijken naar de online. Ja, want ik ben wel heel benieuwd. Zien. Ja. Nou, hier is een voorbeeldje van hoe een online koorrepetitie eruit kan zien. Ze zitten allemaal te bubbelen. Ze zitten allemaal te bubbelen. En hier Iris heeft ook nog haar zoontje erbij. Ik laat even een stukje horen. Het is een opname, je kan bij Zoom makkelijk opnemen. En daar hoor je de vertraging ook, hè? Ja. Mensen komen veel later beneden dan dat ik klaar ben. Precies, ik zal even een stukje doorspoelen. Wat goed, hè? Leuk, even kijken. En je hebt iedereen met naam, dus je kunt ook corrigeren. Ja, maar als er niet een naam bij stond, kan ik ook, want ik ken de mensen natuurlijk al heel lang. Ja. 20 jaar bijna. Dit jaar zou eigenlijk een jubileumconcert geweest zijn. 20 jaar sta ik daarvoor. Ja, nou, dat gaat gewoon door, een stukje later. Ja, dat zou in oktober zijn en nou wordt het dan ook voorjaar. En ik hoop ook in het Goffert Theater. Ja. Dit is een stukje, daar hebben ze eerst in breakout rooms gewerkt met hun eigen stem. Breakout rooms. Ja, die club wordt dan verdeeld in sopranen, mezzi en alten. Ja. En iedere groep heeft een captain die de opname afspeelt van die partij die zij moeten leren die ik dan ingezongen heb. En na een kwartier komt iedereen weer bij elkaar en dan zingen we hem gezamenlijk door. Alleen hoor je nu niet hun stem, want zij zijn allemaal gemute. Maar je hoort zeg maar de oefenfile die ik ingezongen heb. Ja. Jezus, het kijkt heel uitgebreid. Ja. Ja. Ze oefenen wel allemaal goed mee. Ik vind het echt nog steeds heel leuk. Ja. En dat kindje hier. Ja. Anja, dat je dit allemaal snapt, dat is dus even wat je met corona voor elkaar hebt gekregen. Ik ben ook zo'n alfa brein. Ik vind het super. Ja, dat vind ik zelf ook. Ik sta versteld van mezelf. Echt waar. Ja. En ik vind het echt heel erg gaaf ook om te doen. Nou, luister maar een stukje naar wat ik opgenomen heb met leerlingen. Time in the ocean, time for a change. Make a resolution, time for a change. Tomorrow's a new day.
verschuift er langzaam, krijgen we dat. Dat is precies waarom ik dat professionele programma gekocht heb. I'm here standing with you. Ja, dat is dus, ja, en dan moet dat ook weer allemaal via zo'n interface die ook nog weer mijn loopstation is aangesloten hierop. En dan moet hij daar weer achterin. En, maar ik werd er echt stapelgek van. Dan word ik dus 's nachts ineens wakker en denk, dat snoertje moet daarin. En dan kom ik hier. En dan doet hij het. Ja, dat betekent dus dat die hersenverbinding bij mij gewoon toch nog te ontwikkelen zijn. Ja, gaaf toch? Je wordt gewoon twee helften actief. Dat is super. Ja, want ik echt niet wist dat ik dat kon. En nou vind ik sommige dingen ineens heel logisch. De cursussen die ik hier geef in mijn studio waren eigenlijk de hardcore van mijn business. Waarom ik het als zangdocent goed kon overleven altijd. Dus dat is groepslessen geven en ensembles. En dat is nu... verhuis naar. Nee, het gaat vooral om de cursussen die er niet meer zijn. Dus daar moet ik een dus workshops? Cursussen van 6 avonden. En ik deed het altijd met 12 mensen hier. Ja, maar dat mag nou dus niet meer met de corona. En ik heb wel zo'n chique viruskiller gekocht met dezelfde filters als de KLM heeft. En daar mogen ze wel het vliegtuig in? Ja, dus denk ik, dan mag ik hier ook lesgeven. Ik moet wel 1,5 meter afstand hebben. Dus ik ga de boel een beetje anders inrichten. De vleugel ga ik aan het eind daar neerzetten. En met 12 mensen, dat kan toch? Met 1,5 meter niet. Ik kan er 6 hebben of 7. En dat is het dan. Maar ik ga het toch anders aanpakken. Ik denk dat ik ook gedeeltelijk online lesgeven door ga zetten. Dat voor de eerste lesavond online dat ik alleen techniek uitleg. En dan hier in 2 kleine groepjes. En dan weer een keer, ik weet het allemaal niet, ik ben nog heel erg aan het denken erover, maar er moet wel iets veranderen. En de cursussen, dat was eigenlijk de hardcore van mijn zangpraktijk. Waardoor financiële hardcore. Ja. Dus ik moet daar echt een oplossing voor vinden, want anders dan word ik een hele armoedige zangdocent. Ja, maar het komt allemaal goed. Ik heb genoeg ideeën. Het gaat lukken en ook de tijd, dit is een tijdelijk iets, hè? Dat hoop ik wel, ja.